Langs de Maas sta ik vaak in gedachten. Langs de Maas droom ik menige droom. Voor de een is het een zanger, de ander houdt het op voetbal, een tv-ster of de koningin. Ze hebben stapels plakboeken en soms zelfs een museum. Deze en komende week in Langs de Maas, fans. Met vandaag Jan van Maurik. Op zolder brengt hij de meeste tijd door. Jan van Maurik, Elvis-fan in hart en nieren. Bestuurslid van de Nederlandse Elvis Presley fanclub en gids van de zogenaamde Memphis-reizen. Een groot deel van zijn leven is gewijd aan The King. God dit. Ja. Nou, dat heel die, dat is. Hoe hoorde je dat hij dood was? Ik hoorde dat s'avonds om 11:30, ik werd gebeld door het nieuwsbericht. Want die wilde toen de bevestiging hebben of dat het inderdaad waar was. Dat is de geruchten gingen dat Elvis overleden was. Dus nou, ik zou me niet voor me kunnen halen eigenlijk. Is dat Elvis dood? Dus hoe kan dat nou? Ik bedoel, zo'n man, die kent nooit dood, toch? Dat is iemand die zit toch hij zit helemaal vast in je hoofd, is geprint. En als je 6 weken daarvoor nog met de laatste 2 shows ziet, natuurlijk niet, dat kan nooit dood zijn. Nee, dat bestaat niet. Is misschien, dat is een grote grap. Maar inderdaad, we hebben toen nagevraagd en toen hoorde ook het nieuws via Hilversum 3, is Willem van Beuzenkom. Dat was inderdaad waar. En dan valt er toch wel iets over je heen dat je denkt van, goed, ja, dus ik ben er toch wel stil van. En dat ben ik nog steeds. Kippenvel. Nog steeds, ja. Ik heb het weer. Vlak voor zijn dood heb je hem nog gezien? Ja. Dus 6 weken ervoor. Dus de laatste 2 shows, 25 en 26 juni. Zoals hij dan op de 7e rij zit en je kunt hem zo aanschouwen, dan... daar sta je broer. Ja, was het zo'n gevoel? Ja. Ja, dat gevoel had ik. Dat gevoel heb ik ook toen heel veel. Een stuk is de familie is weg. Als iemand iets over Elvis zegt wat niet waar is? Dan word ik kwaad. Dan moeten ze eerst maar eens goed goede informatie eens gaan inwinnen en dan pas komen met het verhaal. Ach, het is gewoon het feit dat mensen helemaal niet weten waarover ze praten. Ik bedoel, als ze nou zouden weten dat iemand een doodziek op het toneel heeft gestaan. Ik denk is dat het ook een van de redenen is dat je dan een pilletje moet nemen. En dan bedoel ik geen harddrugs of dat dan ook. Nee, is pillen om dus is door te blijven gaan. Want hij gaf 100% aan zijn show. Heel die uitdrukking, is zo moeilijk dat hij het heeft. Hij lijdt hier. Ja, inderdaad. Ik kan wel zeggen. Dus met andere woorden, kom nou door eens helpen. Je doet er eens wat aan. Zo dat gevoel heb ik erover, over dit, als ik dit zie. Maar dan toch die stem. Ieder jaar in augustus reist Van Maurik af naar Memphis, naar Graceland, het voormalige huis van Elvis. En natuurlijk moet hij dan ook even naar zijn graf. Mensen die ik daar zie, die gaan 's morgens aan het graf zitten en die zitten er 's avonds nog. Maar dat kan ik niet. Nee, dat kan ik niet. Ik loop 1 keer langs en dan heb ik dat gehad. Dan stoef ik ook niet meer terug in diezelfde week. Wat ik wel heb, als ik door het huis heen loop en ik kom in die gouden galerij terecht, laat ik het zo maar noemen, is makkelijk. Dan sta ik wel eerst bij elke plaats daar stil, omdat ik weet voor mezelf hoe ben ik zelf ooit aan die LP gekomen. Wat heb ik voor moeten doen om die te kopen? Daar hangt hij in het goud. Dus elke LP is voor mij toch zijn eigen waarde en een single. Dus toen dat goud werd, wat deed ik toen, in die tijd?
In juni 1977, tijdens het laatste concert, maakte Van Maurik deze illegale opname vanuit het publiek. 6 weken later was Elvis niet meer. Dit zijn beelden die, als je die terugziet, dan blijf je rillingen krijgen. Dat zijn toch de momentopnamen die je mee hebt gemaakt in die zaal. Dat zijn toch... dat is toch een gedeelte einde van een tijdperk, noem ik het maar. Dit zijn gewoon hele, hele unieke beelden. Ik zou vertellen, ik zou ervoor geen goud doen, zeg maar. Is dit het dierbaarste wat je bezit? Ik denk het wel, ja. Natuurlijk op je vrouw en je zoon na. Maar dus het hoort bij de familie. Dus. Die man die heeft meer voor me betekend dan mensen ooit kunnen denken. Het is heel raar zoals ik dat zeg, maar dat is gewoon... Dus waar het mij om gaat is, als ik maar eens het plezier in mijn leven heb, en dat heb ik. En dat komt ook, ik denk hoofdzakelijk door Elvis. En natuurlijk, ik bedoel, kijk, nou ben ik getrouwd. Ik ben gelukkig getrouwd en ik wil dat zo houden. Ik heb een zoon. En ik heb Elvis. En dat is mijn leven.